Welkom bij Fleisje Motors. Vandaag heb ik een thema en dat gaat speciaal over accu's. Wij verkopen veel electric wagens en heel vaak krijgen we de vraag: hoe zit het met de accu? Hoe moet ik opladen? Hoe zit het met de levensduur? Of bijvoorbeeld, hoe zit het met garantie? Ik probeer er vandaag een stukje duidelijkheid in te geven. Eerst een stukje algemeen. Je hebt eigenlijk drie soorten accutechnieken. De oude generatie zijn de natte oude accu's, die moeten worden bijgevuld met water. Die zie je bijvoorbeeld nog in de golfkarren of in de oudere machines over het algemeen. Wij werken eigenlijk uitsluitend altijd met AGM. En zeker vanaf 2017 zijn alle onze machines standaard met AGM uitgevoerd. AGM is een verbeterde loodaccu die geen vocht meer heeft, beter voor het milieu is, niet hoeft te worden onderhouden en uiteindelijk langer meegaat dan een traditionele accu. En daarnaast heb je natuurlijk de nieuwste serie en dat is lithium en daar vertel ik straks nog wat over. Wij werken dus met AGM onderhoudsvrij. Dit is één accu en we hebben dan acht accu's eigenlijk in een soort serie en zo werken wij met een 72 volt systeem. Er zijn een aantal spelregels die je rekening moet houden. Dat is eigenlijk heel simpel. Zorg dat je de bijgeleverde lader gebruikt en dat je de lader start automatisch af. En in principe is het een stelregel, niet rijden, is gewoon opladen. Eigenlijk dat is dat de basis. Zorg ook dat je met het onladen, dat je gewoon niet helemaal leeg rijdt. Er zit een beveiliging op en er is ook een accumeter. Maar probeer eigenlijk te voorkomen dat dat soort signalen worden afgegeven. Want dan zit je eigenlijk al in een diepe ontlading. Wij zeggen, gebruik eigenlijk maar 70% van je capaciteit. Heb je meer nodig, moet je eigenlijk in basis een grotere capaciteit accu aanschaffen. Daarnaast moet je ook denken dat als je hem in de winter laat, dat vorst een heel belangrijk element is voor alle accu's. Je kunt wel ontladen in de vorst, dus je kunt wel een stukje rijden, maar het opladen dient in een vorstvrije omgeving te gebeuren. Dat geldt zowel voor de accu als voor de acculader. Ook lithium accu heeft natuurlijk een aantal spelregels waar je moet houden om de levensduur zo lang mogelijk voor elkaar te krijgen. Heb je lithium, zorg altijd dat je de bijgeleverde acculader gebruikt. Zorg dat je niet rijdt dat je in principe dan altijd de machine aan de stroom zet. Lithium is geschikt om tussendoor te laden, dus je kunt hem eigenlijk nooit te vaak aan de stroom hangen. Daarmee zorg je ook, of voorkom je ook dat je hem diep ontlaat. Ook daar, net zoals met de loodaccu, heeft lithium eigenlijk op de lange duur moeite mee. In de winter inderdaad heb je natuurlijk dezelfde problematiek dat je niet moet laden bij de vorst. Dat geldt eigenlijk voor elke accu. Dus je kunt wel ontladen, je kunt wel rijden tijdens de vorst, maar op het moment dat je gaat opladen moet je zorgen dat de accu's en de lader ver boven nul zijn. Dat is eigenlijk beter voor het gehele systeem. Als laatste heeft de lithium nog wel een derde verwachting en dat is eigenlijk dat als je in een winterperiode of bijvoorbeeld de machine langer dan 8 weken gaat stallen, dat je de accu teruggaat naar een laatste toestand van ongeveer 50-60%. Dus je rijdt hem een stukje leeg en dan hoef je hem dus zonder laden kun je de machine zo een half jaar aan de kant zetten zonder dat het ten koste gaat van je capaciteit. Dat is een heel groot verschil tussen lood en lithium. Ik hoop dat ik vandaag goede informatie heb gegeven over accu's en accutechniek. Maar heb je nog vragen of wil je nog meer weten, bel ons gerust of mail ons. We staan je graag te woord.